Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 30 in Spa-Francorchamps, België. Heb jij de vorige aflevering gemist in Silverstone, zou ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie jij die video verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. We hebben helaas een update, niet gehaald. Maar die kunnen we dus opnieuw gaan kopen. En ja, dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van België. We zijn dus aanbeland bij de kwalificatie van de grote prijs van België. Het is wat bewolkt en volgens mij in de race kan het ook gaan regenen. Dus daar moeten we voor oppassen. Maar eerst Q1 zien te overleven. Kunnen wij doorkomen naar Q2 of misschien zelfs Q3? Dat is de vraag. En die gaat nu beantwoord worden met onze eerste run in Q1 natuurlijk. Komen we aan bij de laatste bocht. Kijken wat onze tijd gaat worden. We schieten wel een klein beetje door. En het is een P4 met een 1.41.4. We zijn dus door naar Q2. En ik ga misschien proberen om op die medium band te starten als dat kan. Maar we schoten door. Ik had een momentje onderstuur. De achterkant wou wegglijden in La Source. En dus hebben we wat tijd verloren. Hopelijk dat we dat weer kunnen goedmaken. Weer een klein beetje doorgeschoten. En het is op dit moment een P7. Een P8 inmiddels met een 1.43.1. Terwijl Kvyat ons bijna niet raakt. Charles Leclerc raakt ons wel. En we laten hier iedereen voorbij. Dus we gaan ontzettend traag rijden. We staan gewoon bijna stil. Iedereen is ons voorbij. En we gaan dus de laatste run van Q2 beginnen. Dit keer helaas op die soft banden. En waar komen wij zo meteen terecht? Dat is de vraag. De vlag hangt uit voor Q2. Groen in sector 1, groen in sector 2. En we springen van P16 naar P5. Dus we zijn door naar Q3. Een heel goed rondje in Q2. Q3 dan. Hopelijk dat we ook weer naar die P5 kunnen gaan. Het zou wel leuk zijn als dat gebeurt. Maar ik ben er denk ik bang voor. De eerste bocht nemen we uitstekend. Op naar Oroes en Radion. Zijn we aangekomen bij start-finish. En het is op dit moment een P4 op 16e van Max Verstappen. Want we zetten een 1.41.3 neer. En we gaan hier even van ons gas af om te zorgen dat we vrije baan hebben, want we staan op P9. En we doen het lekker rustig aan de banden, gewoon opwarmen. En kijken wat dit laatste rondje in Q3 ons gaat opbrengen. Hopelijk een verbetering. We zullen zien. Wel een beetje blokkeren bij La Source, maar het heeft ons wat tijd gewonnen. 2/10 ongeveer. Dus dat is heel erg goed. Nog steeds 2/10 onder onze eigen tijd. De vlag hangt uit in België voor Q3. We staan inmiddels op P8. Heel gek hoe dat kan. Maar we zijn 18e onder onze eigen tijd gedoken. En het is een P8. Goed gedaan. Mooi werk. En Russell naar P5. Bottas op pole. Hamilton naar 2 en Verstappen naar P3. Carl, hou gewoon je mond. Hou gewoon je mond. Dat hoef je niet zo vaak te zeggen. We starten dus vanaf die plek. Russell uitstekend gedaan in de kwalificatie. Dan gaan we ons opmaken voor de grote prijs van België voor carrière aflevering 30. Welcome along then to the Belgian Grand Prix, the race that gave us the maiden victory for the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special around one of the many corners of this fan favourite circuit. Spa-Francorchamps then, a historic 19-corner circuit with a lap distance of 4.35 miles. There's over 100 metres of elevation change here, and with long stretches of the lap spent flat out, a good top speed will be vital for success. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Valtteri Bottas lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Albon, George Russell and Gasly, Ricardo, the Professor, Vettel and Carlos Sainz, Ocon, Kvyat, Sergio Perez and Leclerc, Stroll, Magnussen, Lando Norris and Nobuharu Matsushita, Giovinazzi, Grosjean, De Vries and Nicholas Latifi. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail today. We zijn dus aanbeland bij de grote prijs van België. De race dus. We nemen minder fuel mee. Dan is de auto lichter. Kunnen we harder pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 30 hier in Spa-Francorchamps. We starten vanaf P8. Russell vanaf P5. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen al beter weg dan Ricciardo. Beter weg dan Pierre Gasly. Beter dan George Russell. Beter dan Alexander Albon. Want we pakken hier een andere lijn. En hoppa, P4 is van ons. 4 plekken gewonnen in ronde nummer 1. In bocht nummer 1. Fantastisch werk. En nu kunnen we naar Lewis Hamilton toe zien te rijden. Want Verstappen net een betere start gehad dan de Brit. Kunnen wij hier Lewis Hamilton al aanvallen? Lukt dat? Lukt dat? We wagen het erop. En we raken Lewis Hamilton. Maar die P3 is wel van ons. Een hele late inremactie naar hem. Maar het is toch gelukt. Hij heeft volgens mij een voorvleugelschade. Maar dat boeit ons helemaal niks. Einde ronde nummer 1. En we remmen ook diep naar Verstappen toe. We raken hem ook. Maar hij heeft geen voorvleugelschade. We krijgen dus wel een waarschuwing. Bottas had een 1.46.6 neer. De snelste raceronde tot nu toe. Ik denk dat Valtteri Bottas de wedstrijd gaat domineren. Want dat gat is al 1,7 seconden. En dat gaan wij denk ik niet dichtrijden. En Verstappen rijdt op die medium band. Interessant. Ronde nummer 3. En we zetten de snelste raceronde met een 1.44.3. 14e sneller dan Valtteri Bottas. En DRS is ook beschikbaar gesteld. En Verstappen zit binnen die DRS-afstand. 19e ongeveer. Nu een seconde. Maar die heeft wel DRS. Het begint te regenen in ronde nummer 8. Mijn banden zijn er ook aan. En wanneer wordt het tijd voor de intermediates? Sainz naar P4. Dat doet hij extreem goed. En Bottas is gewoon 3,1 seconden van ons weggereden. We hebben het een beetje lastig met de tractie, want de banden zijn er aan. En het is ook gladder en gladder aan het worden op het asfalt. Gasly en Sainz duiken naar binnen. maar die gaan volgens mij voor de droogweerbanden. Ronde nummer 9 en Valtteri Bottas duikt ook naar binnen voor de softbanden. Nee, sorry, voor de mediumbanden. Mijn fout, excuseer. Hij gaat dus naar de droogweerbanden. Terwijl er nog maar 12 ronden te gaan zijn. Het schiet al aardig op. Ja, 22 ronden, dat is niet zoveel in Spa-Francorchamps, omdat je moet voldoen aan het aantal kilometers. En omdat Spa-Francorchamps een heel lang circuit is, zijn er maar weinig ronden. Verstappen zit binnen schootsafstand van ons. Binnen die DRS. Ronde nummer 10 en Verstappen zit daar met een aanval. We duwen hem daar naar het gas toe. Is gespind! Verstappen is gespind! Einde sector 2. Maar hij rijdt weer. Paniek om niets. Ronde nummer 11 en we duiken naar binnen voor een wilde gok. Ik ga naar de intermediates. Kijken of dat wat helpt. Pitstop was wel traag. 3,1 seconden. Maar ja, en je ziet al gelijk dat Albon zich verremde volgens mij. Albon schoot te ver door. En is dit een goede keuze van ons? We hebben ook weinig fuel in onze auto. Albon zit te kijken voor die P4. Raakt onze achterkant. Zet hem hier gewoon bij Oroes. En naast bikkelharde actie van Alexander Albon. Fantastisch werk van de AI dat ze dit gewoon doen. Maar nu kunnen wij Albon terug aanvallen. Dat doen we ook. We remmen weer diep naar hem in. En Albon raakt onze sidepod. Heeft volgens mij een voorvleugelschade. Net als voor Lewis Hamilton in ronde nummer 1 was dat volgens mij. Eigen schuld, dikke bult. Nee, dat is helemaal geen eigen schuld, dikke bult. Dat is gewoon, ja, niet insturen. Toch wel eigen schuld, dikke bult. Daar houden we het dan ook gewoon op. We zitten op de helft. Ronde nummer 12. En Verstappen duikt nu naar binnen. En is ons voorbij gegaan. Heeft de overcut voltooid. George Russell duikt ook naar binnen. Maar wij zitten nu binnen die DRS afstand. Ja, we hebben nog DRS. Dat is heel goed. Die gaan we ook gebruiken. Overtakenknop ingeschakeld. 350 km per uur. En nu krijgen we een bericht dat DRS disabled is. We remmen diep naar Verstappen toe. Raken de Nederlander. Maar het was een hele lichte touché. En hij heeft geen schade opgelopen, gelukkig. DRS dus onbeschikbaar gesteld door de regen. Ik denk dat die ook tot het einde van de wedstrijd niet geldig is vanwege de regen. Want ik zie de regen niet vertrekken op dit moment. Daar zit Verstappen dan te kijken en heeft ons veroverd. Die plek is weer van hem. Maar wij zitten hier bij... Wat is het nou? Blanchimor is het volgens mij. Het is volgens mij Blanchimor. Ja, we wouden hem ernaast zetten, maar dat lukte niet. Dan hier wel bij de busstop chicane. Iets te diep ingeremd, maar die P1 is toch nog van ons. En Bottas zit maar op 2,5 seconden van ons. Dat scheelt ook niet zoveel. En we gaan ronde nummer 13 alweer in. Russell zit op 16 seconden ongeveer. Dat is nu 15,8 geworden. 15,6. 14,7, dus hij zit er ook aan te komen. Voor die P4 van Lance Stroll. Verstappen kan zometeen aanvallen op Kemmel Straight. Doet hij dat ook? Lukt hem dat? Dat lukt hem niet. We blokkeren onze landgenoot voor de leiding in de wedstrijd. Een klein momentje op Oroes en Bottas zit er nu voor, want hij heeft Verstappen ingehaald. Maar Verstappen zit nu in de slipstream van Bottas. Bottas kijkt daar wat naar die buitenkant, maar dat lukt niet. Maar hij raakt ons wel volgens mij. Daar was iets gebeurd, maar ik weet niet wat. We hebben er in ieder geval geen last van, dus dat is heel goed. Maar we moeten ook fuel gaan besparen. Russell naar die P4, Verstappen. Spint! Ja, dit keer spint Verstappen. Hij heeft onze sidepod geraakt. En Russell naar P3, dat is heel goed om te zien. Ik schreeuw iets te hard volgens mij. Excuseer, maar het is gewoon de enthousiasme die je hoort. Russell naar P3. Super gedaan, George. Hou dit vol. En misschien pak je Stroll. En dan hebben we een 1-2'tje voor ons team. Het is daar nog steeds geel. Vanwege Verstappen die daar stilstaat. Hamilton en Bottas rijden buiten de punten. Dat zie ik sowieso. We hebben nog steeds als snelste raceronde punt in handen. En Lance Stroll zit te kijken in ronde nummer 18. Ah, daar heeft Lance Stroll een betere exit. En pakt de leiding. Vraagteken. Die pakt hij niet. Want we remmen diep in. Hij blokkeert zijn rechter voorband. Hé, daar zat George Russell te kijken. En we gaan nu een spelletje spelen. We gaan zorgen dat Russell naar P2 gaat. Dan hebben we een 1-2'tje voor het team. Het maakt trouwens niet uit wat voor resultaat wij halen. We moeten gewoon een 1-2'tje scoren. Dat is gewoon belangrijker. En Russell doet daar een aanval naar P2. Die heeft hij ook veroverd. Hij is dus nu naar P2. En Russell rijdt op 3/10 achter ons. We moeten nu het hoofd koel zien te houden. Maar Russell wil meer. Dat zie ik. Wat doen we? Ik denk dat we hem gewoon gaan laten gaan. Want het is gewoon belangrijker dat wij een 1-2'tje halen. Maakt niet uit in welke vorm dan ook. Russell doet het gewoon uitstekend. En we laten hem denk ik gaan. Als dat kan. Maar we nogmaals, we geven niks cadeau. Maar het team is belangrijker dan individueel resultaat. Als we op P2 eindigen, dan pakken we toch gewoon een podium. Dus we moeten het hoofd gewoon koel zien te houden. En Russell naar misschien die eerste overwinning helpen. Dat zou fantastisch zijn. Russell kijkt daar naar die binnenkant. Maar we hebben een betere exit. We moeten nog even wachten. En we gaan dan weer de ene laatste ronde in van de wedstrijd. Want de baan is droger en droger geworden. We hebben het een klein beetje lastig. En Stroll zit weer te kijken bij George. Voor die P2. We doen het gewoon rustig aan. We rijden gewoon file. En het is daar geel. Dat is Max Verstappen die daar uitvalt. Russell kijkt er naar die buitenkant. En we laten hem gewoon gaan. Ja, ga maar Russell. Ja, dit heeft toch geen zin. We laten hem gewoon gaan. Russell nu aan de leiding. Voor het eerst in zijn carrière. En ook voor het eerst in mijn team rijdt hij aan de leiding van de grote prijs. We moeten gewoon kalm aan doen. En hier verliezen we al een klein beetje snelheid. Want we hadden een momentje overstuur. We raken net niet George. Want we moesten een verdedigingstactiek doen naar Lance Stroll. En ik denk dat Russell de wedstrijd gaat winnen. We moeten alleen van Sainz en Stroll nog zien te verdedigen. En als dat zo is, dan pakken we de volle buit hier in België. George gaat hem winnen. George Russell gaat de wedstrijd winnen. Fantastisch gedaan, George. Super resultaat. Hij pakt zijn allereerste overwinning voor Voorschaven Racing. Pakt ook zijn allereerste overwinning van zijn carrière. Beide coureurs nu in mijn team zijn nu racewinnaars. Wij maken een 1-2'tje compleet. We pakken de volle buit in België. En dan gaan we ze opmaken voor Italië. What a great race then. And what a magnificent victory here at the Belgian Grand Prix. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De uitslag van de knotsgekke grote prijs. George Russell pakt zijn allereerste overwinning in de Formule 1 en Voorschaven Racing. Wij dus naar P2, pakt het snelste racerondepunt. En Carlos Sainz naar P3. 28 punten verschil is het aan Lewis Hamilton. Dat is heel goed. En we verstevigen P3 en klimmen naar Red Bull in het constructeurs voor P2. Het belooft toch wat voor het laatste deel van seizoen 3. En we zijn weer terug bij het normale. Dit was dus Gianan, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan vooral met een like. Heb jij niet genoten? Beloon het dan met een dislike. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden. Of wat je leuk vond aan de video. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Genan, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ik ga verder in Italië.